passeren met beide handen, maar we gaan de druk hier verminderen, zoals ik de vorige keer gezegd heb. Als je met twee handen tegelijkertijd werkt, ga je hier zeker de druk zo minimaal proberen te houden. Hè. Dat is geen beenrand. Maar we gaan dus wel in één vloeiende beweging van hier starten, zo. Voilà. Ja. Moet een klein beetje misschien been, dat been een beetje naar binnen. Ja. Okay. Dus hetzelfde principe. Eerst instreken. Ja, correct. Inderdaad. Dus instreken. Volledig. Voilà. En wat doe je dan? Je start van hieruit. Voilà. Dus deze hand geeft effectief weinig of geen druk. Dus, maar hij volgt wel. Het is zo'n beetje onlogisch zijn om hier te starten en dan in één keer deze erbij te pakken. Zo. Hier over de knieschijf gewoon passeren. Op het moment dat je er voorbij gepasseerd bent, mag je weer wat druk geven. En je wrijft zo uit. Ja? En je keert gewoon terug. Ook dat contact lijkt misschien onnodig, maar je blijft altijd ook in terugkeren. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje een effleurage van gans het stuk van beneden tot boven. Ja. Waar dat je hier aan de voet hoog genoeg moet proberen te beginnen, zeg je van oké, ja, dat is wel moeilijk. Vertrek dan ongeveer de hoogte van de enkels en doet dan straks een paar keer gewoon de voet op zijn eigen. Dus wat stukken die je moeilijker bij kunt of die eigenlijk moeilijker te bereiken zijn, kun je achteraf nog altijd hernemen door dat stuk een beetje extra. Dat was hetzelfde met Achillespees ook langs achter. Goed. Dat is het effleurerend stuk. Als je dan natuurlijk, ja, je kunt ook apart natuurlijk, hè. Dus je kunt ook dit gaan doen met één hand terwijl dat hier steunt. Maar dat is een beetje raar om te doen. Waarom? Waarom zou je hier beginnen als dat toch niet moet gedaan worden? Dus eigenlijk zou je dan van de eerste keer hier mogen starten, maar in een vloeiende beweging kun je dat evenzeer wel zo doen, waarbij dat hier gewoon passeert zonder druk te geven. En een keer de knie voorbij, moet je dan wel druk geven. Hè. Aan de laterale kant is dat wel iets gemakkelijker. Dus dan verwrijf je eigenlijk zo in één keer tot daar. En hoe hoog ga je daar, de heup? Tot, ja, voor zo ver mogelijk. Ik heb daarnet ook verteld, waar dat allemaal spieren zijn, probeer ook zo ver mogelijk te gaan. Mm-hmm. Dus haar spieren, ja, die zitten vast tot aan het bekken, tot aan de bekkenrand. Dus als je kunt, ga maar tot aan de bekkenrand. Mm-hmm. Dus zeker geen... liever te veel als te weinig. Voilà. Wil je dan gaan kneden, kun je dus effectief weer hetzelfde. Circulair gaan kneden of met de duim gaan kneden. Hier. Uiteraard, je voelt hier dat je ten einde de spier van het onderbeen bent. Je slaat als het ware één slag over. Hè, en je begint opnieuw naar de zijkant. Naar daar. Net hetzelfde hier. Hier kneed je niet. Dan begint je uiteraard maar hier. Kneed je dus naar de binnenzijde. Hè. Maar hier kun je dus zeker al van beneden gaan beginnen. Ik zit nu natuurlijk.
met beide handen, maar we gaan de druk hier verminderen, zoals ik bijvoorbeeld al gezegd heb. Als je met twee handen tegelijkertijd werkt, ga je hier zeker de druk zo minimaal proberen te houden. Hè. Dat is dus geen beenrand. Maar we gaan dus wel in één vloeiende beweging van hier starten, zo. Voilà. Ja. Je moet een klein beetje, misschien been, dat been een beetje naar hinder draaien. Okay. Dus hetzelfde principe. Eerst instreken. Ja, correct. Inderdaad. Dus instreken volledig. Voilà. En wat doe je dan? Je start van hieruit. Voilà. Dus deze hand geeft effectief weinig of geen druk. Dus, maar hij volgt wel. Het is zo'n beetje onlogisch zijn om hier te starten en dan in één keer deze erbij te pakken. Zo. Hier over de knieschijf gewoon passeren. Op het moment dat je er voorbij gepasseerd bent, mag je weer wat druk geven. En je wrijft zo uit. Ja? En je keert gewoon terug. Ook dat contact, het lijkt misschien onnodig, maar het blijft altijd ook in terugkeren. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje effleurage van gans het stuk, van beneden tot boven. Ja. Waar dat je hier aan de voet hoog genoeg moet proberen te beginnen, zeg je van oké, ja, dat is wat moeilijk, vertrekt dan ongeveer de hoogte van de enkels en doet dan straks een paar keer gewoon de voet op zijn eigen. Dus wat stukken die je moeilijker bij kunt of die eigenlijk moeilijker te bereiken zijn, kun je achteraf nog altijd hernemen door dat stuk een beetje extra. Dat was hetzelfde met dat je spies ook langs achter. Goed. En terug. Dat is het effleurerend stuk. Als je dan natuurlijk, ja, je kunt ook apart natuurlijk. Hè. Dus je kunt ook dit gaan doen met één hand terwijl dat hier steunt. Maar dat is een beetje raar om te doen. Waarom? Waarom zou je hier beginnen als dat toch niet moet gedaan worden? Dus eigenlijk zou je dan van de eerste keer hier mogen starten, maar in een vloeiende beweging kun je dat even zeer wel zo doen, waarbij dat hier gewoon passeert zonder druk te geven. En een keer de knie voorbij, moet je dan wel druk geven. Hè? Aan de laterale kant is dat wel iets gemakkelijker, dus dan wrijf je eigenlijk zo in één keer tot daar. En hoe hoog ga je daar, de heup? Tot, ja, voor zo ver mogelijk. Ik heb daarnet ook verteld, waar dat allemaal spieren zijn, dan probeer ik ook zo ver mogelijk te gaan. Mm-hmm. Dus haar spieren, ja, die zitten vast tot aan het bekken, tot aan de bekkenrand. Dus als je kunt, ga maar tot aan de bekkenrand. Mm-hmm.